We gaan iets leuks doen. Het heet Explore Dream Discover, zoals je kon zien op de titel van de video natuurlijk. En daarin gaan we kijken voor de komende 3 maanden. Dus als je nu kijkt in de tijd dat ik het opneem, is oktober, november, december van dit jaar. Wat dat is wat je gaat exploren, wat is wat je gaat ervaren, wat is dat er nog meer op je pad gekomen? Wat zijn de schaduwen waardoor je dromen er nog niet zijn? Dus dream. En Discover is echt, gaat echt over wat ga je nog verder ontdekken. In de afgelopen readingen heb ik gezien dat die dingen vaak samenhangen. Hoe kan het ook anders? Maar we gaan zien wie dat er op ons pad komt. En wat dat er mag gezegd worden. Wat hij nu mag weten om jou verder te helpen. Ik heb al de grote kaarten. Je bent al aan het schudden. En het eerste dat hij mij opvalt is dat de Nine of Chalice voortdurend terugkomt. En de Ten of Flames, dus het einde van het. Dus kijk, wacht, ik ga hem toe zo tonen. Dus je ziet uiteindelijk in donkere, die al zijn vlammen zijn uitgebrand, omdat hij volledig uitgeput is. Hij heeft alles in lange tocht achter zich en het licht is aan het einde van de tunnel. En dat is een heel belangrijke voor jullie. Waarom? Maar je lag ondersteboven. Dus je bent eigenlijk al aan het licht van de tunnel. Zeker op energetisch vlak, alleen moet de realiteit, het fysieke, eigenlijk nog een stukje bijbenen. Want het grote wiel van fortuin, om het te noemen, en we krijgen het terug, de Nine of Challenges, is al gedraaid. Maar zoals hij weet, dat fysieke, dat duurt altijd eventjes vooraleer dat allemaal zichtbaar is. En dat zijn net de lastigste momenten waarin hij eigenlijk al dingen voelt, maar je ziet het nog niet. Je ziet de bewijzen er nog niet van. Oeps, daar gaat hij al. En we kijken wat we hier mooi zeggen en tonen voor de vissen. We zijn er 1, 2. Oké. Ik dacht dat er meer waren, maar het zijn er net 2. En de eerste was 3. Ik ga ze tonen. En ondertussen laat ik de boodschappen binnenkomen. Wat zien we? De Three of Pentacles. Dat is deze. Solidarity, dat is eigenlijk verbonden met de grote centrale zon. En de Three of Orbs. Orbs in dit deck zijn verbonden met de Sword, dus met het mentale. En ook hier zie je eigenlijk weer hetzelfde. Je ziet dat het mentale doorbreekt eigenlijk de schaduwen. In die zin dat mentale niet langer de voorop staat. Mentale staat niet langer op plaats nummer 1, wanneer dat gaat over beslissingen. En dat zorgt er net voor dat je veel meer in dat licht zou kunnen stappen. En daarom kreeg je ook die solidarity. Dus eigenlijk ga je de komende 3 maanden exploren. Dus wat ga je nog meer ervaren? Wat ga je nog eigenlijk beter en altijd meer ervaring kunnen gaan opdoen, zodanig dat je er ook gewoon beter in wordt? Eigenlijk iedere keer die verbinding met je diepste zelf. En je ziet dat hier ook een soort van vliegend paard. En voor sommigen gaat dat misschien ook een symbool zijn of een betekenis zijn. Maar dus wat de boodschap dat ik voornamelijk ook voel is dat het oké is om uit jouw oude zelf, uit je oude leven weg te vliegen. Te springen, de vrijheid tegemoet. Want paarden voor mij hebben ze altijd een soort van vrijheid. Ze brengen jou, ze kunnen jou naar plaatsen brengen waar je zelf misschien iets moeilijker gaat. Hè? Als je met een paard doorheen natuur wandelt, dan gaan die geen obstakel is lastig, maar een paard gaat altijd proberen daar inderdaad verder te gaan. En een paard is ook verbonden met de wijsheid van de unicorns en van heel veel dierenrijken. Paarden zijn ook heel gemakkelijke en goede dieren die jou weer laten verbinden met jouw eigen leiderschap. Die jou pushen in het opnemen van je eigen kracht. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat je uiteindelijk deze komende 3 maanden meer en meer gaat zien. De Three of Pentacles. In die zin dat je hebt eigenlijk al heel veel eenheid in jezelf gecreëerd. Maar nu ga je verder naar die drie eenheid. En die drie eenheid kan op verschillende manieren geuit worden in jouw leven. In de zin van jezelf, je bedrijf en dan daar uiteindelijk daar de vruchten van. Jezelf, de ander en daar de relatie van. Jezelf, je kinderen en daar die relatie van. Jezelf en klanten en die relatie. Dus de drie eenheid kan ook gewoon lichaam, geest en ziel zijn. De afstemming van je energie
samen met de andere elementen. Dus met je mentale, emotionele, die samenkomen, die eigenlijk de tools vormen om het uiteindelijk in het fysieke, dus die kristallen te gaan creëren. Ook dat. Dus voor jullie vissen merk ik dat hetgeen wat je gaat ervaren, is eigenlijk nog meer maar wat dat betekent om echt in die hogere energie te zitten en van daaruit je leven vorm te geven. En zodanig dat je kan wegstappen van de oude dingen. De dingen die jou niet meer de vervulling brachten. Die niet meer, gewoon zelfs niet meer passen bij jou. Dus niet meer afgestemd worden. En dus zit je in die transitie daarin. Wat dat wel lastig gaat zijn misschien in het begin. Maar weet je, het einde van de 3 maanden, van de komende 3 maanden. Dan ga je weer al heel veel dingen zien verschuiven. Want het is dus belangrijk voor jou om hier te blijven en vasthouden. Om te blijven vasthouden aan je eigen passie, dus aan je eigen vuur. En om te blijven kijken, wacht, ik kan even de andere kaarten neerleggen. Om te blijven kijken naar wat dat is dat je eigenlijk wilt creëren. Wat dat je dichter meer wilt trekken in je leven. Wat dat is dat jou dat licht brengt. Wat dat die vervulling brengt. En misschien hebben we nog extra kunnen aanvullen. Dan kunnen we nog extra zeggen voor de vissen. Ja, dat dacht ik al. En nog eentje. Hopla. Jullie krijgen er natuurlijk weer 2 extra. Dus de onderliggende drijfveer, de les die je aan het leren is eigenlijk om nog meer in je Queen of Wands te stappen, om nog meer de hoge priesteres te worden. Want dat gaat uiteindelijk jou niet alleen een nieuw emotioneel begin geven, want dat kan je hier zien, wacht, hè. Hier is hij. Nieuw emotioneel begin met de Ace of Cups. Maar dat gaat jou uiteindelijk ook individueel succes en oogst brengen. Want de Ace of Pentacles ligt omgekeerd. Dus er is nog niet volledig oogst. Dus hetgeen dat ik daarnet ook zei. Het is nog niet zichtbaar in het fysieke. Maar wat zien we? We krijgen de Five of Wands. Ik was aan de stoel. De Five of Wands. De Nine of Pentacles. Wat dat weer duidt op volledige onafhankelijkheid, zelfstandigheid. Je eigen bootjes kunnen doppen, zoals ze zeggen hier in Vlaanderen. En dus daarvoor, om tot dat punt te komen, is het belangrijk om van bovenaf te kijken. Normaal zien ze van mij dat niet op, maar hier kijk, staat er ook zo'n roofvogel. En die gaan altijd ook van bovenaf kijken. Dus wat dat er ook gebeurt, welke chaos, welke rush dat er ook is in jouw leven, welke chaos je creëert in je leven door net jouw vlam te volgen, weet dat het jou uiteindelijk dichter brengt bij. Er zit hier een haar te kriebelen. Bij jouw onafhankelijkheid. Dichter bij jouw vrijheid. En net hoe meer je dat doet, hoe meer dat je het gevoel van vast te zitten, dat je daaruit gaat kunnen stappen. En hoe meer dat je gaat werken, hoe dat je jouw eigen Empress-energie, hoe meer dat die gaat gaan werken. Want daar hebben we net ook gezien, die hoge priesteres-energie zit hier ook achter de Queen of Wands. Dus je moet veel meer jouw passie volgen de komende maanden. Veel meer echt doen waar dat echt je hart van verwarmt. Wat je echt super fijn vindt en leuk vindt om te doen. Maar iedere keer in afstemming met je hogere zelf is hetgeen wat ik hoor. Dus met jouw intuïtie. En dat gaat ervoor zorgen dat je kan kunnen wegstappen van de dingen waar je niet meer dient. Maar dat is de. Ik ging zeggen de Queen of Swords, maar het is niet de Queen, het is de Knight. Dus wat gaat er jou in helpen en wat ga je nog veel meer in ervaringen opdoen, dus situaties op je pad krijgen, waarin dat je echt iedere keer die keuze gaat moeten maken voor die vlam. Zie? Dus die vlam zit eigenlijk hier ook in die persoon. En die persoon die leidt niet alleen andere mensen, maar die helpt ook mee samen een nieuwe wereld. In eerste instantie voor jezelf te creëren. En dan ook voor andere mensen om je heen. Voor kinderen, voor je partner, voor familie. Ook al gaan ze in het begin dat super lastig vinden. Dat je andere dingen doet. Dat je dingen anders doet dan dat iedereen al altijd gedaan heeft. Maar dat is waar de komende maanden, zeker tot maart volgend jaar, nog over gaan. Dat we echt die karmische stukken afwerpen, de karmische lessen leren en het echt gaan doen, zoals dat een empress het doet, zoals een empress het gewoon voelt. En dus hoe meer dat jij dat gaat gaan doen en jouw eigen licht en je eigen vlam, jouw eigen barometer gaat gaan volgen,
En van daaruit dus meer leert zeker te zijn in het delen van die waarheid en het spreken van je waarheid en het vanuit een respectvolle manier delen wat dat jou, waar dat jouw grenzen zijn, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om één, ook die leider te worden voor andere mensen door gewoon het voor te doen, maar ook om een nieuwe wereld voor jezelf eigenlijk te gaan creëren. Dus dat is het stuk voor de explore-kant. Wat is hetgeen dat we mogen weten over de dromen? En meer bepaald, wat zijn de schaduwen waar vissen nog meer en nog dieper mogen aankijken of vooral bewust over zijn? Want soms is gewoon bewustzijn voldoende om er doorheen te gaan en te transformeren. Als je dat wenst, als je wenst te leren op een heel efficiënte manier die aanpast is aan de huidige tijden. En wilt leren hoe dat je eigenlijk jezelf gaat gaan deconditioneren en weer heel snel stukken om mentale, emotionele, energetische en fysieke gaat gaan transformeren en angsten daaronder loslaten. Dan nodig ik je uit om samen met mij en een aantal andere deelnemers natuurlijk, niet alleen met mij, vanaf volgende week weer in het traject zelfrealisatie vanuit hart, gedrag en bewustzijn te vliegen. Want daarin gaan we dus inderdaad leren nog dieper werken met die vlammen. Soms komen er ook weer nieuwe informatie binnen. Het hangt een beetje vanaf van wie dat er allemaal aanwezig is, wat er mag gedeeld worden en zo meer. Oké, dat is genoeg. Ik was aan het wachten op de derde kaart, maar het is blijkbaar genoeg. Hier hebben we een kaart. En wat krijgen we? Het mooie dat ik zag en dat ik ook ga delen met jou, is dat jullie ook de viskaart krijgen. Vissen. En vissen is, je weet het of niet, is ook verbonden met de maan. En de maan heeft ook verschillende fases. Maar de maan heeft ook een donkere kant. Lilith noemen ze die. En dus dat betekent dat dus je grootste dromen, die zijn er nog niet. Omdat je eigenlijk nog hele belangrijke stukken rond het onbewuste, rond schaduw, rond die donkere kant, dus de andere dualiteit van jezelf, eigenlijk nog niet volledig omarmt, er nog niet volledig laat zijn en misschien soms zelfs nog een stukje schaamte er rond hebt, onzekerheid. En dus is het belangrijk om daarin inderdaad nog verder daarin te ontdekken, want er staat hier ook Discovery. En dus gaan we zien dat er straks bij Discovery naar boven komt, natuurlijk. Maar dus daar, van die laag ondersteboven, is het belangrijk om daar nog dieper in te duiken. Dieper in te duiken, want het is pas door in de diepte en het donkerste te gaan dat je eigenlijk nog meer je licht kan erkennen en zien. En dat is net het stuk waar dat het gaat. Hoe meer je in die hogere energie van eenheid gaat gaan leven, hoe meer dat je de dualiteiten nog ziet. Maar het grootste verschil is dat je geen keuzes niet maakt van meer vanuit die dualiteiten. Je erkent beiden. En zolang dat je bijvoorbeeld nog diepe emoties, die heel veel mensen afkeuren of als not done bestempelen, dan kun je ook niet blijven hangen in die hogere energieën. Dan ga je eigenlijk altijd, wanneer je in die diepere dalen zit, daar veel meer mee worstelen en veel meer moeite mee hebben. Terwijl dat je eigenlijk, wanneer je er geen weerstand tegen hebt, er net zo gemakkelijk door een keer heen kan gaan als in die hogere energie. En dat zorgt ervoor dat die constante, waardoor je natuurlijk veel sneller die ups en downs hebt, en dan daardoor het gevoel hebt dat er eigenlijk niet, geen dalen meer zijn. Klinkt misschien ingewikkeld, maar luister nog eens opnieuw en dan ga je het wel snappen. En wat kregen we nog? De chariot. Die verbonden is met kreeft. Dus. Maar hier zijn we kreeft. Dat is eind juni tot half, laten we zeggen eind juli. En dus wat ik ook vaak voel, wat ik ook voel is, omdat er staat ook bij emotionele controle, ambitie en determination. Dus determination, hoe moet ik dat zeggen? Dus echt vastzitten en besluiten, maar kijk, dat is nu mijn visie, dat is nu hetgeen waar ik naartoe wil gaan. Daardoor ga ik mijn passie blijven volgen. En het maakt niet uit welke shit en drama dat er op mijn pad komt. Ik blijf gewoon vasthouden aan de visie dat ik heb. En dus dat mag eigenlijk, dus wat ik eigenlijk ook hoor, is dat eigenlijk de enige drijfveer die je mag hebben, is gewoon succes. Waardoor je meer en meer controle leert krijgen op een goede manier over je gedachten, wat je gebruikt als een tool om te manifesteren. Maar de enige realiteit die je toelaat is succes. Want succes is voorbestemd. Succes is altijd voorbestemd. Maar we laten het gewoon, ons gewoon eigenlijk constant saboteren door die gedachten die op ons pad komen.
En ik voel dat we hier moeten de vlammen even bijhalen. De vlammen. Er zijn kaarten Angels of Atlantis en daar staan er vlammen op. En die gebruik ik heel graag om op die manier de energie van de vlammen. Oké, welke vlammen zijn behulpzaam voor de vissen de komende periode? 2. Oké, natuurlijk. Aardengel Sandalfon. Maar Aardengel Sandalfon is verbonden met de aardenergie. En wat krijgen we? Deze kleur. Er staat bij liefde en evolution. Dus je bent eigenlijk aangekomen aan de volgende fase in je evolutie. Het is, niet meer, je gaat niet meer kunnen klein spelen, want het is belangrijk dat je echt dat erkent in jezelf, dat je die kracht in jezelf erkent, dat je die vlam in jezelf erkent. Zie ook dezelfde kleuren. Dat je die erkent in jezelf en dat je gewoon eigenlijk geen excuses meer. Gewoon zonder scrupules als het ware, gewoon gaan voor je doel. Maar dat je eigenlijk, terwijl je doorheen die evolutie gaat, dat je eigenlijk heel veel liefde ook toont aan jezelf. Liefde voor je dromen, liefde voor hetgeen wat je wilt gaan manifesteren. Liefde voor je eigen proces. Dus dat betekent dat de ene keer is gewoon een rotte dag en de andere keer gaat het heel gemakkelijk gaan. Oké, en dan komen we tot het discovery stuk. Wat gaan we nog verder ontdekken? Of toch zeker de vissen in ons in hun leven. Hetgeen wat ik hoor is dat obstakels op je pad zijn geen straffen. Dus leg jezelf ook niet de beperking van oneindige mogelijkheden op door enkel maar te zien wat dat er als obstakel op je pad gebracht wordt. Maar zie het als een kans om nog helder je intentie te zetten en om je intentie nog veel meer zuiverder te maken en af te stemmen met je diepste, diepste hartsverlangens. En dat heeft ook te maken met wat ik net gezegd heb. Die diepste schaduw. Erken wat je wilt. Maakt niet uit wat de anderen daarover over zeggen. Misschien zijn er bepaalde verlangens dat je hebt, dat je niet durft uitspreken naar anderen. Bijvoorbeeld verlangens, om het maar een voorbeeld te geven, seksuele verlangens, zijn niet durft uit te spreken naar je partner. Maar misschien als je dat dan zo uiteindelijk uitspreken, dan ga je zien dat je partner er eigenlijk voor open staat. Of misschien dat zelf ook verlangt, maar ook met dezelfde terughoudendheid had. En wat zien we hier ook? Two of Cups ook omgekeerd. Dus de Two of Cups, eenheid in jezelf, komt dichter. De komende maanden. En dat is ook weer te maken met dat we net te zetten. Er zit een volgende stap, een volgende evolutie van jouw groei. En dat betekent dus andere lessen, diepere schaduw. Maar daarom hoef je er niet bang voor te zijn of er van weg te lopen. Integendeel. Misschien. Had ik wel verwacht dat de Two of Cups ook weer zou naar boven komen. Oké, en dan deze. Dus sowieso, succes ligt op je pad. Ook al ga je misschien niet het volledig succes ervaren zoals dat jij het in je hoofd hebt, of zoals dat jij het zou willen, erken ook de kleine stappen, de kleine overwinningen, de kleine succesjes die er zullen zijn de komende 3 maanden. En geef jezelf de tijd, zeker tot kreeftseizoen volgend jaar. Omdat je dan eigenlijk ook weer in je nieuwe solarjaar zit. Dus in je nieuwe zonnejaar zit als vis zijnde. En wat kregen we? De Queen of Pentacles. Wat zei ik? Queen? Ik zei Queen, hè? Nee, King of Pentacles. The Nine of Swords. The Two of Cups. Omgekeerd, de Queen of Wands. En dan de wereldkaart met de Three of Pentacles. En omgekeerd is weer die Knight of Pentacles. Weer de Ten of Swords. Weer de Ace of Cups. The Nine of Cups. Omgekeerd. En de Two of Swords en de Chariot. Dus kijk, hoe dat je het ook draait of keert, je kan je eigen succes niet ontkennen. Je kan het er gewoon niet. Je kunt het niet missen. Dus die gedachte zou ik al loslaten. Verder. Wat ik heel hard hierbij voel. Is dat je de komende 3 maanden
nog meer gaat ontdekken dat eigenlijk op welke manieren dat je jezelf ook vastgezet hebt in de matrix door conditionering. Waar dat je eigenlijk nog een bepaald beeld hebt over de mannelijke energie, die jou heel veel zorgen brengt. En dat kan zich uiten, tonen in het financiële. Zeker wanneer dat je als man of vrouw altijd gewerkt hebt in een bepaald systeem en nu plots andere dingen gaat gaan doen, als freelancer gaat werken of je eigen onderneming neerzet of een andere baan gaat gaan zoeken, maar met andere, waar dat andere talenten of wat dan ook nodig zijn. Dan gaat het belangrijk zijn om die gedachten die je daarover hebt, voornamelijk de negatieve, de angstgedachten, de onzekerheden, om die op te schrijven. Want dat blokkeert jou eigenlijk om nog meer in die king of in die king-energie en in die mannelijke gezonde energie te stappen om dingen vanuit je passie, vanuit je Queen of Wands, om die neer te gaan zetten. En dus zolang dat je die eenheid niet hebt in jezelf en niet vertrouwt, dus in je eigen mannelijke energie niet vertrouwt, door ideeën die je hebt over de buitenwereld van mannelijke energieën, van misschien partners die je gehad hebt, van misschien een connectie met jouw vader of met eerste mannelijke figuren die belangrijk waren in je leven, dan gaat dat nog altijd beperken om in je volledige Queen of Wands energie te stappen. Wat dat dan uiteindelijk weer die Two of Cups, die eenheid in jezelf, een stukje blokkeert. Dus dat is dan belangrijk om meer en meer die vrouwelijke energie in jezelf te gaan omarmen. Want dat gaat ervoor zorgen dat, zoals je gezien hebt, verder in je evolutie stapt, dieper in je groei stapt. Maar die uiteindelijk dan ook die eenheid met een diepe zielsconnectie gaat op je pad brengen. Dus dat is zeker nog niet voor dit jaar, voor deze periode. Anders was die sowieso er zo uitgekomen. Maar alles wat je nu meemaakt, is eigenlijk, hoort eigenlijk tot dat pad. Zorg ervoor dat je daar heel veel dingen aan het veranderen bent. En daarom hebben we ook die twee samen, want ze kwamen er samen uit. Normaal gezien lijkt maar vijf kaarten. Dus weer zes, zoals we net jullie. Omdat individueel succes is gewoon jouw geboorterecht. Dat staat gewoon gepland in je afspraken, dat moet ik toch gaan zeggen. Maar dus, het is belangrijk om hetgeen wat je gebruikt of ziet in de realiteit, om dat niet te gebruiken als een maatstaf om te weten of je goed bezig bent of niet. Zoals ik zei, of al gezegd of helemaal in het begin, de realiteit, het fysieke, heeft veel meer tijd nodig. Ook al ben je al in dat hogere level in energetische, op het energetische niveau, dan heeft het fysieke, de realiteit, nog eventjes de tijd nodig om dat te tonen. Om dat wat je daar geleerd hebt en wat je daar gezien hebt, om dat te tonen in het fysieke. Dus zeker in het begin, wanneer dat je nog in de groei bent, of wanneer het nu gaat over connectie of manifesteren van een bedrijf, de grootste fout dat spirituele ondernemers maken, is dat ze veel te snel opgeven en veel te snel hun visie veranderen. Maar het gaat over lang genoeg in die hogere energie en lang genoeg in het blijven geloven en blijven verbonden zijn in energie met de visie, met het succesvolle, met je klanten. Daar gaat het over. En niet over wat dat er op je bankrekening staat of niet over wat dat er al dan niet getoond wordt. En dus wat zien we van welke draken die jouw behulpzaam zijn? Het roze en dus liefde voor jezelf, liefde voor de passie, voor het leven. Dat is eigenlijk nu wel super belangrijk de komende 3 maanden. En daarom kregen we enerzijds de Dusky Pink Dragon van Andromeda. En Andromeda is ook een onderdeel van Arcturië. Arcturië is een onderdeel van het Andromeda-stelsel. Daar, de Arcturiërs zijn ook healers. Dus misschien herken je jezelf ook als healer en is het ook belangrijk dat jij jezelf daarin ook gaat gaan erkennen. Daarom hoef je het nog niet direct zo uit te spreken als dat niet comfortabel voelt, maar oefen er ook mee. Zie jezelf als een healer, herkent dat ook. En dat gaat ervoor zorgen dat je een heel belangrijk stuk van jezelf gaat gaan herkennen en ook op die manier liefde geeft aan jezelf, maar vanuit die hogere liefde, vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Maar dat is ook hetgeen wat erop staat. Aanvaard en straal die hogere liefde uit in alles wat hij doet. Het staat in het Engels, touch others with its flame. Dus raak en verbind ook met anderen vanuit die diepste vlam in jezelf. Vanuit je, zeker als je ook een tweelingvlam bent, dan moet je begrijpen dat je ook een universele vlam bent. Dat je een helende vlam bent. Dat je een hele krachtige energie bent, die gewoon door te zijn en hier te leven al een hele belangrijke krachtige invloed hebt op anderen.
wat dat hen dan weer in die weerstand duwt. Dus onthoud dat ook. Dus dat is de eerste draak waarmee je kan werken als je met de drakenenergie resoneert. Je kan ook gewoon met de energie, dus met de energie werken. Deze draak is ook verbonden met de roze universele vlam. Dus daar kan je ook misschien mee werken als je niet zo verbonden bent met draken, met drakenbewustzijn. En de andere is de Royal Blue and Gold Dragon, dus de Royaal Blauw en Gouden Draak. En die helpt jou om nog krachtiger te worden en nog meer in je kracht te staan, maar vanuit die wijsheid, dus vanuit je vrouwelijke energie. En dus, je zegt ook van, draag jouw gewaad met trots. Wees trots op wie dat je bent, wees trots op de kracht en de energie dat je bent. En deins niet meer terug om echt dat ook te tonen aan mensen. En ik weet, in het begin is het moeilijk om naar buiten te komen met je talenten, want dat is de diepste kern, dat is gewoon onze ware identiteit. En als we daar dan inderdaad commentaar en negatieve feedback over krijgen, dan worden we heel onzeker. Maar weet dat je ook geleid en gestuurd wordt. En weet dat de eerste ervaring die je gaat hebben, wanneer je inderdaad dat gaat gaan delen, dat dat positieve ervaringen gaan zijn. Dat mensen je positief gaan onthalen. Dus alsjeblieft, twijfel niet en gewoon jump for joy. Dat is die ook dat ik gooi, hoor. Dan spring gewoon in het onbekende. En ga er gewoon voor. Twijfel niet langer en ga gewoon voor. Want dat is wat je hier komt doen. Dat is hetgeen wat je uiteindelijk mag en moet delen met de mensen om je heen. En ik voel dat ik je nog. Bij de anderen heb ik dat niet gedaan, maar ik laat me leiden. Maar ik wil de video's ook niet te lang maken. Welke extra boodschap? Bonusboodschap hebben we nog voor de vissen. En wat krijgen we? Divine Matrix. Vissen, jullie gaan de komende 3 maanden nog veel meer uit die oude systemen stappen. Nog veel meer uit de oude versie van jezelf. Om in je ware, authentieke, divine, goddelijke versie te stappen. Neem de kansen die op je pad komen. En ook al begrijp je niet wat er aan de hand is, ook al weet je niet waar dat jou heen gaat brengen, maar weet en vertrouw dat het allemaal is voor je hoogste goed. En kijk eens welke mooie, prachtige dingen dat er allemaal op je pad gaan komen. Dus vertrouw. Want het feit dat je hier bent, het feit dat die dingen voor jou gebeuren, is gewoon al genoeg om het waar te zijn om het te ontvangen. Dus de reden waarom je het niet ontvangt, is gewoon om jezelf daarin te houden. Nu, zoals ik daarnet al gezegd heb, als je dat wenst, als je nog meer wenst, wil leren werken met energieën, met de universele vlammen, om heel snel dingen te manifesteren en vooral dingen dan uit te zuiveren daarvoor, want in principe manifesteren we onmiddellijk. Maar wanneer ontvangen we het niet onmiddellijk? Wanneer we het niet toelaten? En dat zijn dan die blokkades waar we over spreken, die schaduwen. Dus als je dat wenst, vanaf volgende week gaan we weer van start met de live sessies. Live Zoom-sessies. Dus kan je nu al intekenen. Doe je nu niet mee, dan kan je ook later inschrijven. Maar dan moet je wachten tot april voor de live sessies. Je kan eigenlijk gelijk wanneer starten met het traject. Maar nu zijn gewoon ook de collectieve astrologische standen en planeten eigenlijk ideaal om je daarin te ondersteunen. Dus waarom zou je nog wachten? Zo, dat is het voor nu. Ik hoop dat je het gehad hebt. Ik hoop dat je heel veel inzichten mocht hebben. Wil je een individuele reading bij mij of een van mijn collega's? Dan kan je dat reserveren via de link hieronder aan de video. En dan zie ik je in de volgende. Dag!